lig daar eentje onder mijn bureau. Ik kan de ramp aan mijn voeten kwijt. Maar ja, doet er niet toe. In ieder geval, ik zeg een hele goede middag. Ja, mijn huishoudelijke hulp Rebecca is al geweest. Die is alweer weg. Ja, dat de boel is weer gedaan. Ik ga zo meteen even de vlog van gisteren even in de... Oh, dan ben ik die naam weer kwijt. Oh, wat erg, niet van mij. De ene keer kan ik het zomaar zeggen. En de andere keer weet ik het weer niet. Heel dom. Videopad. Juist. En als dat draait, dan ga ik weg. Ik ga even een action doen. Eventjes wat halen voor mezelf. Tevens voor mijn hondje. Tenminste, als ze het hier nog hebben. Maar in Den Haag hadden ze het wel. Een heupgordel voor mij, waar dan de loopriem aan vastgekoppeld kan worden, van de hond. Voor de joggers, die joggen, die hard rennen, dat, en met, samen met een hond, is het heel makkelijk. Hier al in de stad zie je, heb ik er nog niet één mee zien lopen. Het is allemaal aan de hand, ook met rennen aan de hand. Waarom kopen ze niet zo'n ding? Hebben ze de handen vrij? Ja, heupgordel of een broekje, wat mijn dochter ook heeft, Karin. Die heeft ook een broekje. Voortreffelijk. Maar ook een heel hartelijk welkom wens ik jullie toe. Ja, bij dus een gloednieuwe vlog. En ook die vlog, die heeft natuurlijk een nummer. Die heb ik net aangemaakt. Nee, dat wordt 158 alweer. Van gisteren is 157. Die ga ik zo meteen in de videopad doen. En die komt dan andere week wel ergens ongeveer online op YouTube. En dan vandaag is het 158. Het gaat het hard, hè? Ja, vind ik ook. Maar het is, wat voor dag is vandaag? Dinsdag. Het is de 10e april. En het is 11:45. Ook dat nog. Hey prinsesje. Hey mijn prinsesje. En dan gaan we wat te bengelen, hè? Oeh, ja, touwtje. Touwtje, hè? Ja, altijd lief. Zo'n hokie-dokie. Zij komt dus niet buiten de poort. Zij is bang van auto's en alles. Maar het is ook een halve ras. Dus ja. Ik hou er liever binnen de poorten dan buiten. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Hier schijnt de zon. De lucht is scherp. Het is ook wat bewolkt. Maar daar komt onze zon wel wat doorheen, maar het is heel scherp. Dus zonnebril op, het is wel verder lekker weer. Enkel, ja, kijk niet maar naar mij. Zolang de air in de maand is, waag ik me er niet aan om mijn zomers aan te kleden. Wel in de tuin kom ik gewoon zo buiten, maar moet ik verder weg, doe ik mijn jas aan en nog wel mijn winterjas. Ik heb trouwens niet een echte goede zomerjas. Maar ik, degene die lopen of fietsen, die zitten niet stil, die worden niet koud, maar ik word koud. Rijwind, ja, het is niet goed voor mijn gewrichten. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik ga er van tussen. Ik ga met die videopad even bezig, dat die kan draaien, dan kan ik weg. Kan dat gewoon zo gang gaan. Ik zou zeggen, tot straks maar weer. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Dus zoals jullie zien, staat mijn scootmobiel weer binnen. Ja, oftewel de Amazing Woman. Ja, ja. Ik zou jullie meegenomen hebben naar de action. Maar, helaas, kon het niet doorgaan. Nee. Want, kijk, hier stond mijn GoPro. Ja, weg. Helaas, weg. Nee, niet gestolen. Nee. Ik heb maar een stuk. Niet de GoPro, niet de camera zelf. Maar de houder. Ja, hier behoort hij in. En dat staat dan op mijn scootmobiel. Nou ja,
Ja, dat gaatje is weg. Ja. En nu? Nou, gelukkig heb ik nog, dit is van de oude Copro nog. En daar ligt mijn koffertje van de nieuwe. Dus ik moet zo eventjes de nieuwe erop zetten. Ja, maar ze maken dat helemaal verkeerd. Waarom in vredesnaam van plastic? Moeten ze van ijzer maken? Ja, zo'n ijzeren beugel. Dat is toch veel beter. Dat gaat 1, 2, 3 niet kapot. Ja, en dan... ik moet maar even zien hoe ik dat weer oplos. Het zal even een tijdje in beslag nemen. Maar ik denk dat ik wat rubber van mijn handvat daar op die plek wegsnij. En dan daar ook de koper omheen doe. Ja, misschien dat dat beter wil. Sorry. Maar ja, ik ga eerst... En ik heb mijn hondje. Ik heb cadeautjes mee voor mijn hondje. Zo'n doekie. Even zien of jullie dat zien. Ja. Ja, en Karin en Roderick. Ja, ik roep jullie. Ja. Ik kijk. Goed, hè? Ja. Dat op mijn middel en dan mijn beetje eraan. Kijken of dat wil helpen. En dus, hij weet nog van niks, moet het er niet toe. Ja, nou en nog wat voor de spiegel heb ik erin gedaan. Oh, wat doe ik nou allemaal? Hè? Ik ben helemaal van mijn propos. Ja, dat. Maar het komt goed. Ik ga weer mee aan de slag zometeen. Ik ga eerst een bakje koffie doen. Even bijkomen, want. Nog domme mensen onderweg meegemaakt. De oversteekplaats voor de fietsers. Die hadden op dat punt voorrang. Dus dan mogen er geen auto's in de weg staan. Er stond wel een auto, maar op de overgang van de fietsers stond er in de weg met een aanhanger. Hoe moeten de fietsers dan door? Ga er dan voor staan als je er niet achter kan staan? Behoort men ervoor te gaan staan. Dus fatsoenlijk zijn eigen houden aan de wetregels van het verkeer. Hoeft zeker niet meer. Ik weet het niet. Misschien ben ik dom. Maar ik vind men behoort zich daaraan te houden. Dat is net zo min, haar lieverd. Dat is net zo min als door de rode licht heen rijden. Krijg je een boete als je gesnapt wordt. Simpel. Nou, met dit geval, ik vind ja... De politie moet veel strenger wezen. Er is lang niet genoeg blauw op straat. Nee, hè? Nee, schat. Nee, schatje. Hé, ja, is het lief, hè? Maar oké, ik ga nu weer even tussen, want ik heb nog een hoop te doen. Straks komt mijn vrouwelijke begeleidster. Die wil dan ook een koffie. Dus dan moet ik klaar wezen, tot zover. Als mijn booster er nog in staat, dat boeit me niet. Maar dan wil ik wel ook voor haar koffie kunnen maken. En niet zo raar doen, gekkie. Maar in ieder geval, ik zeg, ik spreek je straks wel weer. Doe die dokies. Ja, lieve vrienden, daar waren we weer eventjes. Ik heb mijn eten weer voor mijn neus. Wat zit erin, denken jullie? Nou ja, heel gewoon. Jullie zien sowieso de doppetjes en een rookworst. En er zit een siepeltje in en een tintje knoflook en champignonnetjes gebakken. Ja, daar de doppetje doorheen. En ik had nog wat saus over, nog van de Chinees. Van die rode zoet, zure saus. Nou, ja, dat heb ik er ook maar doorheen gedaan. Dan is dat ook maar een heel klein beetje. Nou ja, het smaakt nog lekker ook. Ik heb al voorgeproefd. Nou, wijntje erbij vanzelf. Bakje koffie erbij. En mijn hondje is een grote hond. Ja, want die heeft zijn eten al op. Hoe doet hij dat? Ja, dat dacht ik ook al. Maar wel een grote jongen. Hé, ja nou. Ja, en zij blijft een beetje stout wezen. Daarnet onze prinsesje al op de kop gegeven deed ze. Want zij wil alles. Zij wil alles lekkers. Ik had stukjes vlees voor hun allemaal. Enkel die rode dakhaard moet nog, dat legt hij nog. Maar zij daar nou. Ze gaf eventjes slik van stuk op ons prinsesje. Die mocht het niet hebben. Nou, wegwezen.
Het is straf gehad, zo simpel als wat. Maar ja, oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, ik ga lekker eten. Ik ga ervan genieten. En dan straks GTS om 8:00. En ja, vanavond komt er eentje op de televisie. Een dochter van een vriendin van mij. Het einde van de reis of zoiets. Ja, zoiets. Dus dat is niet zo'n leuk programma. Dus daar komt haar dochter bij in. En als wat weet ik niet. Of de vrouw van, of de vriendin van, ik weet het allemaal niet. Of ze zelf, natuurlijk niet te hopen voor mijn vriendin. Want daar heeft ze nog niks over losgelaten. Dan enkel dat ze erin voorkomt. Dus ja, we wachten af. Ze zeggen, lieve vrienden, een fijne, genoeglijke avond. En God zegen en welterusten. En dit is dan gelijk de laatste vlog voor vandaag. En tot de volgende dag aan de andere kant van de nacht. Doei doei. Ja, meneertje hier is gek omdat er net mijn begeleider weg is gegaan. Dan wordt hij ook gek. Ja, wil die er ook uit? Nou, bekijk het maar even straks. Ja. Maar oké, lieve vrienden. Als eerste wens ik jullie natuurlijk een hartelijk welkom bij Corina en de Vegetable. Ja. En ik zeg een hele goede morgen. En het is vandaag woensdag. Het is 11 april. Ja, en hoe laat leven we? Dat weet ik niet. Even op mijn horloge kijken, maar mijn mouw zit er overheen. 11:19. Oftewel, 19 minuten over 11. Nee, vind je niet 1, 2, 3 lief nu. Ga eens af. Ga af. Klaar. Goed zo. Daar zit ons prinsesje. Oh ja! Oh ja, meisje. En daar zit ons andere meisje. Die zit er gedrukt te wassen. Alsof ze visite krijgt. Ik zou het niet weten. Maar in ieder geval, lieve vrienden. Ik zeg wel een hele fijne dag. Het zonnetje schijnt. Geniet daar in ieder geval alvast van. Van die heerlijke zon waar we zo lang hebben opgewacht. En ja, ik hoop dat jullie ook van deze nieuwe vlog mogen gaan genieten. Het worden twee vlogjes aan elkaar vast, want van gisteren was zo bitter weinig. Ik denk, plant er een dag erachteraan. Dus dat gebeurt bij deze. En mocht ik weggaan vanmiddag met een GoPro, want dat kan weer, dat is weer gemaakt. Ik heb een nieuwe oude erop gezet op het stuur. En dan doe ik dat gewoon apart. Ja. En maak ik gewoon nog een vlog van. Gewoon gezellig. Toch? Maar in ieder geval, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles wat jullie doen gaan. Op je werk, op school. Weet ik van wat vakantie vieren, woepie. Doe je goed. Maar in ieder geval, ik zeg, tot straks maar weer. Doei doei. En die ligt dus lekker te slapen. Ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden, we waren er weer even. Ik heb wat last van mijn maag. Zuur, misselijk, bah. Ik ga even met jullie naar buiten. Eventjes luchtje scheppen. Eventjes de tuin in. Hè? Mondjes ook buiten. Hé, ja nou. Gaat je even hier zitten? Even op de tafel. Ja, waarom niet? Dat. Ze zijn weer druk aan het haaien. Daar komt meisje buiten. En daar komt Woefie weer met Hoekie. Ik zal eens kijken of we het haaien kunnen zien. Ja. Die grote was daar met die vlag te wapperen. Ik zal kijken of ik in kan zoomen. Daar wordt het dus gedaan. Nou, daar reden we de vorige keer langs met die file. Ja. Er wordt dus druk gebouwd. Hè, Woefie.
zal trouwens eerst terugzoomen. Zo. Mailtje. Ja, ik zou eigenlijk vanmiddag even weg zijn gegaan, maar het is hem niet geworden. Nee. Nou, laat dat even. Hé, hey, meneer, lekker. Ja, ga even plassen, man. Ik moet toch zo meteen je tuintje weer opruimen. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou dus inderdaad vanmiddag weg met meneertje Jodokus. Maar omdat ik zo last vandaag heb en misselijk ben, en dat ik meer boven de wc wat hang dan wat anders, kan je moeilijk weggaan. Nee, gaat niet. Dus ja, dan blijf je maar lekker thuis. En het weer is ook heel raar bezig hier al. De zon die scheen volop, blauwe lucht, maar het is nou triest. Het is grijzig, het is bewolkt, er is niks meer aan, het wordt kouder weer. Dus ik ben bang dat het weer gaat omslaan. Maar ja, daar kan je toch niks aan doen, dat hebben we zelf niet in de hand. En als we dat wel al hadden gehad, dan hadden we ook niet zoveel slecht weer gehad. Nee, hadden we meer zon gehad. Oké, voor de boeren, die moeten regen. De tuinen hebben regen nodig. Nou, we s'nachts laten regenen. En dan overdag zonneschijn. Toch? Maar ja, dat hebben wij niet in de hand. Mondje die ligt alweer op de bank. Hé, woefie, ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik ga er even tussen en ik zeg tot later. Doei, doei. Ja, ik wil jullie nog wat laten zien. Ik ben toch weer bezig geweest met de moestuin. Begin van de middag al, voordat ik beroerd werd. Ik heb die vier donkere vakken. Waar dat bordje krap sla in staat, heb ik sla in gedaan. En hier vooraan heb ik radijsjes gedaan. Kijk of me dat wel wil lukken. Want vorig jaar wou het met de tomaten niet lukken. Dus ja, helaas. Zeg, prinsesje, ga jij dat vieze water drinken? Waarom drinkt een poes nou vies water? Die bak moet schoon, alles moet schoon, maar ik heb hulp nodig. Ja, ik heb hulp nodig, schatje. Ja, kan vrouwtje niet alleen. Het hele terrasje is groen, dat wil ik schoon hebben. Ja, wie biedt zich aan om mij te helpen? En de plankje daarom, het is ook weer vast. Wie biedt zich aan om te helpen? Ja, wie komt helpen? Nou, poesenbeestje, binnen vind ik het fijner. Naar binnen, toe. Ja, en dat gebeurt hier ook wel eens, dat ze ruzie hebben. Ja, waar gebeurt dat niet? Maar altijd moet dat prinsesje het ontgelden. Zowel bij die zwart-witte, zowel bij die rode. Altijd maar weer. Ja, raar maar waar. Maar het komt wel goed. Zo, dan ben ik alweer moe. Oké, nagaan. Wat heb ik gedaan? Twee keer niks. Maar ja, te veel lopen, te lang staan, dat gaat niet. En dan is het buiten niet warm. Zo, klein monstertje. Zo. Ja, ik zag dat jij... Nee, jij gaat niet die kant op, me dan. Dan gaat die deur even dicht. Nou, wil jij de prinses ontgelden? Hier, ik heb wel wat anders voor je. Oh, dan heb ik die stof wel nodig. Even. Kom maar. Kom maar dan. Ik heb wat leuks. Oh, dan moet je nog weer bukken ook. Oh, mijn maag. Kijk. Speelgoedmuisje. Nou. Wat ben je dan? Oh, daar. Ga eens even weg. Ga nou even weg. Gaan we even
dit proberen te doen. Ga van de kant. Ga, nou is het de kant. Ga eens weg. Komt ie hoor. Ja, dat dacht ik wel. Gelijk erop af. In het hoekje. Nou, heb ik die ook weer moeten spelen. Oh, oh. Heet toch maar niet? Ja, daar is hij niet meer. Leg nou hier. Mal meisje. Ja, het gaat weer kouder worden. De lucht die betrekt, er komt donkere lucht aan vanaf de zee. Ja, ik zie het hier vandaan, want daar is de zee. Dichtbij. Maar in ieder geval, het is 20 graden in huis en de kans is op 14, dus ik nagaan. Maar tegen de avond doe ik het wel aan, want ik zit nou te vernikkelen van de kou. Kun je nagaan. Ik heb mijn vest aangedaan. Maar in ieder geval, gaat er eentje eten, eindelijk. En dan betekent ook dat hij vanavond nog weer krijgt. Dit zijn dus die droge brokken, Karin, die jij meenam. Ja, ja. Karin en Roderick, dus als jullie dit zien. Nou eet hij, omdat die dame ook hier al is. Eet meneer, anders had hij het niet gedaan. Had het nou nog onaangeroerd gestaan. Maar in ieder geval, dat was 25 februari, maart. 25 maart. Waar Karin en Roderick hier. En toen heb ik wat eten gekregen voor ze. Dus dank jullie nog wel. Ja, ik had jullie allemaal bedankt, maar nogmaals. Echt genieten doet hij er niet van, want hij vindt het toch niet zo lekker dan zo normaal eten. Maar ja, doet er niet toe. Hij eet het op wanneer er een ander in de buurt is. Van de beestenboer. Ik zou zeggen, tot later. Gek beestje. Ja. Nou, ik heb mijn eten alweer op, lieve vrienden. Ik ben bezig met een bakje koffie. Ik zit goede tijden, slechte tijden te kijken. Nu is er reclame. En ik had mijn poesenbeestje, die zwart-witte, die werd daarom gisteren achter de bank op de vensterbank. Ik weet niet of jullie dat ze kunnen zien. Maar in ieder geval, die eet normaal gesproken van alles wat hij voor de neus krijgt. Zo ook een gestamperd zuurgel. Wat ik vanavond had. Nou, ik had er wat neergezet te hebben, wat we gegeten, maar meer niet. Kom jij dan eens? Oh, lekker, lekker. Lekker, lekker. Mmm, is zo lekker, man. Ja. Dat lussen we wel, hè. En je eigen bak komt bijna leeg. Een paar kleine brokjes na. Ja. Je hoeft mijn vinger niet op te likken. Kijk, je mast. Spoelen we dat wel even om. Ja. Er is straks wel na goede tijden, slechte tijden, want ik moet ook nog naar de wc nu dat het reclame is. Een pakje koffie erbij. Zo. Dus ja, lekker aan de bakje koffie. Zo. Nou, lieve vrienden, dan zeg ik ook bij deze een hele fijne, geweldige, gezegende avond en doe wat jullie doen willen, doe leuke dingen, wees lief voor elkaar, sla elkaar alsjeblieft niet, want er is al genoeg leed op de wereld. Ja, wees lief en aardig voor elkaar, dat geef ik iedere keer weer aan jullie mee. Ja, en ga elkaar ook niet uitschatten, wat ook zo op YouTube wordt gedaan door menig een onder met de reacties. Dat is gewoon onvoorstelbaar wat ik vandaag weer allemaal gelezen heb. Zoals die kinderen van onze koning en koningin verdikkers uitschelden en geen gezond eten. En
Met dat lange haar van Amalia, et cetera, dat het gewoon een normaal model is. Ja, oké, het is een normaal model, prima, niks op tegen. Maar ze heeft wel prachtig mooi haar, ja. Want dat ik zo'n mooi haar had. Vroeger heb ik dat wel gehad trouwens, hoor, ja. Heb ik het zo lang gehad, ik kon erop zitten. En het was zo'n borst, want ik had krullen. Maar dat heb ik niet meer. Niet dat. Maar in ieder geval, het is gewoon pure jaloezie wat jullie hebben. Degene die daar hebben ondergeschreven. Dat is gewoon jaloezie van, ik heb dat lange haar niet. Ik zie er niet zo mooi uit. En dat soort mollig zijn, nou en? Lekker belangrijk. Het zit hem niet van buiten, het zit hem daar van binnen. En daar. Koppie en daar. In het hart. Simpel zat. Mijn lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van elkaar, wees lief voor elkaar, een hele fijne avond, voor later welterusten, mooie dromen, God zegen, tot aan de andere kant van de nacht. Doei.